Hoi, ik ben Karel en in deze video leg ik je uit hoe handig aangepaste weergaven zijn. In sommige Excel-bestanden staan veel kolommen die je niet altijd in beeld wilt hebben. Bijvoorbeeld voor je eigen overzicht of wanneer je bepaalde kolommen passend op een pagina wilt afdrukken. Je kunt verschillende weergaven van een Excel-bestand opslaan, zodat je niet steeds opnieuw kolommen hoeft te verbergen. Neem bijvoorbeeld een bestand met veel persoonsgegevens, waarvan je alleen de adresgegevens in beeld wilt hebben. Klik eerst op de knop Aangepaste weergave. Die knop staat op het tabblad Beeld in de groep Werkmap weergave. Er verschijnt dan een venster waarin je de verschillende weergaven van je werkblad kunt maken. Klik op Toevoegen en typ als naam standaard en klik op OK. Verberg vervolgens de kolommen waar geen adresgegevens in staan. Klik opnieuw op de knop Aangepaste weergave op het tabblad Beeld in de groep Werkmap weergave. Klik op Toevoegen en typ als naam voor deze weergave adreslijst. Je weergave met de door jou bepaalde kolommen is nu opgeslagen. Nu kun je gemakkelijk tussen de twee weergaven wisselen. Via het venster Aangepaste weergave kies je welke variant je wilt zien.